Wow! Was good, Kelvin, was good. Ben je met Senna? Ken je Juju on the beat? Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kalfijn, Waarom zitten allemaal spikkels? Allemaal spikkels! Ik zeg godverdomme, want ik ben al 100 jaar op YouTube bezig. Ik weet nog steeds hoe ik een camera moet instellen. Want het zijn allemaal spikkels in beeld. Het zijn alleen maar spikkels in beeld. Hier spikkels. I'm fucked up. Nee, niet dit, maar het filmpje. Enjoy, kijken. Dit is Senna. Mocht je niet weten wie Senna is, gaat ze nu even in 3 zinnen uitleggen wie ze is. Ik ben Senna. Ik zit op school. Ik maak YouTube filmpjes en dat vind je wel leuk. De vraag is natuurlijk, waren dat 3 zinnen? We kijken even naar de jury. En de jury zegt, nee, het waren geen 4 zinnen. Helaas. Mocht je nou voor het eerste video van mij kijken en denken, hé, wat is dit voor gast? Nou, ik ben de blankste jongen op aarde. Hey, ja, dat is sowieso. En dit is Senna. Dit is mijn zusje. Maar ook niet. Ofwel. Dat weten we niet. Wie is de mol? We gaan vandaag iets leuks doen, namelijk het is ongeveer bijna precies vergeleken met het leven. Bijna een jaar na Niks Naar Kliks. Dit, hi. Je bent nog steeds klein en je bent nog steeds amazing. Wil je iets tegen mijn kijkers zeggen? Join the Kelfam, altijd. Abonneer. Like. It's good. Yes. Yes. Kijk, Senna, jij bent natuurlijk wanneer ben je geboren? 2011 of zo? 2007. 2007? I don't get it. Je hebt 9/11 niet meegemaakt. Het ontstaan van het internet. Het ontstaan van YouTube niet eens mee. Toen jij geboren werd, bestond YouTube gewoon al. Nee, dat is niet waar. Ik zit onzin te lullen. Wat ik probeer te zeggen is, ik ben 21. Ik ben een soort oude lul. Jij bent niet 21, maar 10. Ja. Wanneer word je 11? 11 mei. Jij wordt 11 mei 11? Oh, dat is wel cool. Hoi, toen was even lekker aan het slapen. Ah, oké, alright, I see you later. Nee, dit is vies wat je nu doet, dit mag niet. Love you. Het grote verschil tussen jou en mij is dat ik wel mijn eigen boodschappen doe en jij niet. Is dat correct? Ja. Oké. Jij hebt eigenlijk dus nog nooit boodschappen afgerekend in de supermarkt. En dat neem ik je niet kwalijk, want je bent 10 en het zou raar zijn als ik dat zelf zou moeten doen. Heb je het zelf gedaan? Tuurlijk. Gewoon een hele kar met boodschappen. Hé, mam, ik betaal wel deze keer. 180 euro? Oké, is goed. Nee. Het leek mij leuk om vandaag te testen of jij wel weet hoe duur dingen überhaupt zijn. Soms sta je in de supermarkt en denk je, ah, lekker. Knolraap, heb ik echt zin in vanavond. Wow, 8 euro? Sinds wanneer is knolraap 8 euro? Ja, dat is waar. Zo moeilijk is mijn leven. Mijn leven is zo moeilijk. Zo moeilijk. Voor de mensen die het nog niet door hadden, we gaan vandaag een challenge doen waarin wij gaan raden of iets duur is of niet. En ook specifiek hoe duur het is. Ben je ready? Ja. Senna, are you ready? Tell the people, are you ready? Oké, de allereerste is een brood. Kijk, dit is natuurlijk zeer belangrijk. We eten het natuurlijk allemaal als Hollanders elke dag. Ja, lekker broodje met kaas, zachtjes. Nou, dat krijg ik wel lekker. Oh, zonder mijn kaasboer, dram, ga ik niet naar werk. Vraag is, hoeveel betaal je voor een brood? 1 brood, bam, ja, 1 heel brood. De ene keer is het puntje. Nee, maar, nee. Gemiddeld. Dit brood, precies dit brood. Oké, ik denk dat het is. Zeg maar. 2 euro. 2 euro voor een brood. Ja, we gaan even kijken of het goed is. Ik weet namelijk alle antwoorden al. Weet je hoe dat kan? Want ik doe wel boodschappen. Dit is geen wedstrijd, het is een test. Je loopt alleen maar te chappen. Ja, ik heb een beetje honger. Oké, 2 euro zeg jij. Je mag er 20% naast zitten. 1,09 euro. Ja, echt nee. Hoezo? Dit is gewoon een doodnormale prijs voor brood. Dit is gewoon echt hoe duur dat brood gewoon precies is. Juist, je hebt de challenge begrepen. Ja, maar goed. Je moet een beetje gemiddeld. Dan is het echt 2 euro. Ja, ja, dit? Hoe weet jij dit? Dit verzin je gewoon. Nee. Je wil gewoon gelijk krijgen. Oh. Dus, paté met zalm. Voor een poes. Otje eet het, hè. She loves this. Zonder dit zou Otje nu niet meer leven. Maar shout out naar de appie. Kat. Nou en, dat is niet de challenge. Senna, rustig. Vraag is, hoeveel kost het? Het gaat niet om of je een kat hebt of niet. Wat mij betreft had je een cavia. Boeien me gereed. Hoeveel is paté met zalm van de appie van 100 gram? Zeg het. 1,50. 25 cent. It's cheap as fuck. Ik dacht eerst nog 2,50. 2,50 voor een bakje zalm? Ja. Voor een poes, hè. Nou, okay. Hollandse garnalen. Do you even eat garnaals? Ja. Do you like them garnaals? Ja. Oké, nou zeg het maar. Dit bakje, precies dit bakje. Aha, gekookt en gepeld. 75 cent. Nee. 75 cent. 85 cent. 85 cent. Voor een hele bak garnaal. Een hele bak garnaal voor 75 cent? Ja. Jij denkt kattenvoer is ongeveer 2,5 keer zo duur? Nee, is goed. 75 cent. Ja. Oké, laten we even kijken. Nee, het is 12 euro. Nee. Ga jij wel lekker granaatjes eten voor 75 cent? Dat is echt heel, heel duur. Granaten zijn duur, hè? Nou, wist ik niet. Denk daar maar eens over na de volgende keer dat je granaatje wegwerkt, hè? Ja. Hoeveel geld je moeder dat nog niet heeft gekost? Zeg maar even dankjewel, mam. Dankjewel, mam. Voor alle granaten ooit. Ja, wel lekker. Ja, toch? Gigapack 78 Sun vaatwastabletten. Komt er een dag dat jij je niet verschuilt achter die paprika? Mm.
denk dat ik hem weet. Just say the words. 3,25. 3,25 euro. Voor 78 keer je vaatwassen. Gaan we even kijken. Mensen. Een gigapak. Dat zei ik letterlijk. Luister nou eens een keer naar wat ik zeg. 3,75. Voor een gigapak. 3,50 euro. Ja, nee, eerst je mond leeg. Anders ging je al de antwoorden. 3,50 euro. Ja. 21 euro. 21 euro. Denk daar maar na als je de volgende keer van een schoon bord eet. Wat zeg je dan tegen je moeder? Voor een shirt. Dit slaat echt helemaal nergens op. Eén shirt kost 5 euro, een ander shirt kost 10 euro, een ander shirt kost 30 euro. Dit slaat echt helemaal nergens op. Hoe duur is dit shirt? Precies dit shirt. Gewoon een dit shirt. 5,25 euro. 100 euro! Denk daar maar aan als je volgende keer een wit shirt draagt. Ja, maar in mijn witte shirt gaan we zien 4 euro. Nee, maar dit is het Kanye West witte shirt. Ja. Dit is van de Kanye West lijn, ja. Hoe wist ik dat nou? $120, 100 euro. Dat had je moeten weten. Ik vind dat je dat ook moet weten. Maar dat is moeilijk. Knolpower dekbed. Wat is dit gewoon? Knolpower dekbed. Hallo, dit is een collectors item. Oké, zeg het maar. Hoeveel denk je dat je hiervoor betaalt? 13,50 euro. 13,50 euro. Volgens mijn berekeningen zou je dan ongeveer 20% ernaast mogen zitten. Of 16 euro of 10 euro. Dat is ongeveer hoeveel je ernaast mag zitten. Je wilt het gewoon weten, hè? 35 euro! Dat is echt gewoon mishandeling! Wie? Ja, dat is knolpower! Knolpower! Nee! Dikke, vette, gewoon... peace! En je portemonnee graag! Ik zeg je koop hoor dan! Oké, okay, bra! Dollar bill, yo! Dit is gewoon geld! Ja, maar ik snap het niet, hoe, wat, gewoon al deze briefjes! Ja, hoeveel één briefje is? Wat je hier ziet, hoeveel kost hetgeen wat je hier ziet? Ja, ik denk wel aardig veel! Okay, nu ga ik even gewoon even hoog schatten! Oké! Okay. 100? Nee, meer! Ga een hint geven, hier staat 100 op, hè? Echt? Staat hier 100. Toch nog geen antwoord. Dus ik af en toe zo. Ik moet even mijn knalje doen. Ik af en toe. En heb je een antwoord? Oké, okay, ik denk 1800 euro. 1800 euro. 79 cent. Ja, I fooled you! Dat is nep! Dat was nep geld! Iets meer. Ja, dit is gewoon echt moeilijk! We maken allemaal. Niet huilen, niet. Okay. Nee! Okay. Volgende. Een horloge. Ja, maar wat voor merk? Staat er zeg maar op. Oh, een Rolex! Hey! Rolex watch in elke club! Ja, geen Rolex, wel die cars watch. Hey, hey! Hey. Dit is ook weer lastig hoor! Oké, okay, ze neemt even over. Is jouw moeder jou nou aan het helpen? Nee, joh. Nee, waarom doe je dat? Dat is ASO. In mijn huis laat je gewoon boeren. Kan echt niet. Nee, inderdaad, waarom doe je dat? Hoeveel denk jij dat die Roli is? 30.000 euro. 30.000 euro? 30.000 euro voor een Roli, man. Nee, 14 miljoen. Ey. Ey, het is de duurste Rolex ter wereld. Ja, hoe kan ik dat nou weten? Jij bent zo oneerlijk. Nepgeld, duurste Rolex ter wereld. Hoe kan je dit verzinnen? Ik ben gewoon een creative genius. Alweer? Ja, nog één. Nog een horloge. Nou, dan doe ik deze 30.000 euro. 30.000 euro ja. Voor deze. Nou, hij was 26 euro van AliExpress. Probeer op mijn quizmaak level te komen. Hallo, doe al 3000 jaar mijn best, maar het lukt niet. Oké. Dit zijn oortjes. Oortjes. Niet zomaar oortjes, ja. Gouden oortjes. Het is of heel goedkoop, of heel duur. Maar jij denkt natuurlijk dat ik denk dat dat gouden spul super duur is. Dus ik ga voor 1,50 euro? Ja! Voor gouden oortjes? Ja! Met diamanten erop? Ja! 2 euro! 2 euro? 2 euro! Oké, okay. Je mag er 40 cent naast zitten. 40 cent, kom op! Hoeveel wil je ernaast zitten dan? Ik wil er 7 euro naast zitten. Oké, okay, dat mag. 4200 euro. Waarom zou je dat betalen? Ja, je hoeft het niet te kopen van mij. It's expensive, man. 1 keer 30 minuten heel kleine. Wat? Een optreden of zo? Een optreden, ja. Ja, wat denk je dan? Nee, dat hij hier even komt chillen voor 30 minuten. Ja! Nee, een optreden van Lil Kleine voor 30 minuten. Denk dus niet zo heel duur, maar ook niet heel goedkoop. Denk 15 euro. Ik weet het niet. Voor een half uur? Ja, wat denk je dan? Staat toch 33.000 mensen in dat ding? Nee, maar het gaat er niet om wat je per persoon... Is het meer? Is het meer? Het is niet per persoon. Ja, ik dacht per persoon. Je kunt winnen. Het is als je als club zijnde hem wil boeken, hoeveel betaal je dan? It's 55 euro. Dat is zeker weer te veel. Nog meer? Nog meer? 200 euro. Nee. Ja, als je kaartje koopt gewoon. Nee, niet als je kaartje koopt. Als organisatie hem op je podium wil, dan betaal je hem. Om hem te boeken. Ja. Jezus. Oh, nou dat is wel veel meer. Dat is misschien wel in de 1000 euro. 55 euro. 8500. Oké, okay, tussen de 10 en 15.000 euro. Ja, ik heb het goed. 8500 is bijna bij de 10.000. Dus ik heb het goed. Oké, okay, het is goed.
Lekker. Dit ding. Een spaarpot. Een spaarpot. Nou, dat is niet meer, denk ik. Ik had zo'n spaarvarken altijd voor. Hallo, spaarvarken van Gabi. Ah, 8,50. Niet zo duur, denk ik. 10 euro. Een beetje meer. 12 euro. Iets meer. 11 euro. Iets meer. 11,50 euro. 11,65 euro. Heb je dat nou gezegd? Gewoon ineens uit het niets, uit jezelf. Volledig zelfstandig. Deze spaarpot van 11,65 euro. Nee, hij is 57.000 euro. Het is de duurste spaarpot ter wereld. Hey! Echt serieus. Wie gaat een beer met bloemetjes kopen voor 57.000 euro? Hey, maar het is... Heb je dan veel te veel geld? Het is collectors item. Het is collectors item. Dit is voor die echte... Geef dan lekker arme kindjes of zo. Vind ik echt leuk. Oké, okay. Een spork. Huh? Weet je wat een spork is? Een spork en een lepel in één. Wat is je antwoord? 55.000 euro. 55.000 euro voor een gouden spork. En dan word je boos als een spaarpot dat ook kost. Okay. Waarschijnlijk is het nu 2 euro. Nee, 12. Dit is gewoon echt niet leuk. Dit is echt niet grappig. Een wc-bril. Een wc-bril. En je mag een hulplijn inschakelen. Ja, 25 euro. 25 euro. 25 euro. Hij is 30 euro. Ik zat er best dichtbij. Gefeliciteerd. Dames en heren, voordat jullie de finale ingaan, wil ik jullie even vertellen dat Senna en ik een video hebben gemaakt waarin we gaan Just Dance en FIFA spelen. En ik maak er helemaal af. Dus check die op haar kanaal. Abonneer even op haar. Abonneer op mijn journey. We gaan door naar de finale. Deze Ferrari. Hoe gaat het gebeuren? Een Range Rover. Ik weet het niet. Ik heb een smart zelf. Don't click away, because this is gonna be great. Zeg gewoon iets. Ferrari. 200.000 euro. 200.000 euro. Is meer. Ja, ik zeg ik zeg nee. Jawel, ik wil even goed hebben. Ik hou mijn mond. Don't click away, because it's gonna be great. Heb je iets bedacht? Nee, ik hou me bij het antwoord. Don't click away, because it's gonna be great. 200.000 euro voor de Ferrari. Voor deze Ferrari, deze zwarte Ferrari. Don't click away, because it's gonna be great. Je mag zelf op het pijltje naar rechts klikken. Hier, de laptop is even van jou. Ben je er klaar voor? Deze Ferrari kost 40 euro. Maar het was een speelgoed Ferrari. Hey! Het is een speelgoedauto. I fooled you again. Alright, people, see you later. Join us on the car. I see you next time. Bye.